Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. En vandaag gaan we verder met onze serie hier op Aldus Games genaamd Gone Home. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar we moeten wel even wat verzinnen jongens. We moeten even gewoon even verzinnen hoe we dat gaan doen. Weet je, het komt helemaal goed. Oké, jongens, we gaan weer verder met ons avontuur hier in het huis. Lekker met ontdekken wat hier allemaal is gebeurd hier in het huis. Terwijl wij wereldreis waren, of nee, niet wereldreis, gewoon op reis. Naar Europa, gewoon naar Amsterdam en zo, terwijl wij in Amerika wonen, zoals Katie hier, wat wij spelen. En we gaan het allemaal meemaken. Wat is dit voor een kamer? Holy shit, wat is dit voor een lelijke kamer? Katie, books. Stond hier Katie? Volgens mij is dit Katie. Het is een stomme kamer, jongens. Oké. Is dit niet de kamer waar wij sliepen? Hey Sam, you were asking about my... Wat? Mijn... weet ik niet wat er staat. Ribbons. Mander's Handy Guide. Rifle Team Orienteering Adventure Training. Lonnie D. Geen idee. Jongens, waarom hebben in Amerika hebben ze overal zulke soort boeken? Ik zag het altijd in Net Survival Gids. Dat was een serie op Nickelodeon. Een tv-serie. En dan hadden ze altijd van die boeken met zwart en dan van die witte spikkels. En dan zo'n plaatje. Waarom hebben ze dat? Waarom hebben wij dat niet zo cool? Ik vind het echt mooi. Wat is dit? Sightning Journal. Ah nee, dit is met geesten of zo. Nee. Ouija board. Oké, nee bedankt. Oké, dat gaan we niet lezen. Oké, er ligt hier een briefje. Katie, mom and dad were going to make up the guest room for you to stay in over the summer. But you came... A home on such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore. Dus Sam is hier echt weg. Jongens. Wacht je dit trouwens net ook toen we hier binnenkwamen? Volgens mij wel, maar dan zag ik het gewoon niet even. Oeh, kijk dat nou. De lampjes. Dus dit is onze kamer eigenlijk. Normaal van Katie. Ja, hier. Katie. Alleen ze zouden het nog inpakken. Uitpakken. En dan decoreren en zo. Maar daar hebben ze nog geen tijd voor gehad. Omdat wij heel snel weer terugkwamen blijkbaar van onze trip van Europa naar Amerika. Maar Sam die heeft zijn kamer niet meer nodig. Haar kamer niet meer nodig. Dus blijkbaar kunnen we haar kamer nu hebben. En ik denk... Nee, dit is niet haar kamer. Dit is... Wat is... Oeh, Vincent van Gogh volgens mij. Volgens mij is dit Vincent van Gogh. Of niet dan? Oh ja, lijkt erop. Kijk nou joh. Oh, we hebben hier weer een cassette dingetje. We kunnen weer wat gaan afspelen als we willen. Super awesome. Oké, het is weer bliksem. Oh, we gingen deze bloemen gingen we naschilderen. Ligt hier nou een cassetteband? Oh, van wie is het? Heavens to Betsky. Nothing can stop me. Oké, die gaan we erin doen. Die gaan we hierin doen, jongens. Ik wil dat even horen. Zo, doe maar. Play maar. Hij doet het. Wat een herrie. Jeetje, wat een lelijke muziek. Stop maar. Wat een rot muziek. Oké, genoeg ermee. Wat hebben we hier? Hebben we hier een schilderij? Weet ik niet. Iemand heeft dat gewoon lekker getekend of zo. I don't know. Halloween show. The Misfits. They are awesome. Don't forget your costume. Dat is leuk. Oh. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Aww. Between two songs, Lonnie leaned over and said, How do you like your first show? I was so happy. I felt tears starting in my eyes. Mm-hmm. And then she up and hugged me. I think she could tell. Oh, wat leuk. Wat een leuk verhaal. Ze is gewoon stiekem gewoon naar de city gegaan voor een concert. Healthy choices. Skills for a healthy full life. Waarom hebben ze van die boeken, wat ik echt ook in Amerika zou zien... Van die boeken waar nergens op slaat. Lonnie, holy crap. I was in the library and noticed something in the corner and I found a secret passage.
And it had Oscar's creepy old stuff in it. Oeh, oké. Okay. Dus er zit in de closet bij de bathroom. Daar zit dus een geheime ding. Oh my god, I have to see this. We were skipping gym. Of iets. Er zit dus... Is dus gewoon een soort... Ja, weet je, een geheime gang of zo. Secret passage marked on the map. Press 2 or M to review. Oh, hier. 2 downstairs. Sewing room. We zijn nu in een sewing room. En sewing is dit zo. Zeg maar dat je... een naaikamertje of zo. Heet dat zo? I don't know. Ik weet niet. Ik wil er even naartoe. Hoe doe ik dat? Ik ben nu in een sitting room. Ik ben nu in hier. Ik wil er even naartoe. Ik ben heel benieuwd nu. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Oké, we moesten hierheen. En dan moesten we naar de closet volgens mij. Is de deur al open dan? Even kijken of we goed staan. Zijn we nu goed? Ja, we zijn nu goed. Alleen hier is dus een geheime kamer. Of zo. Two downstairs. Alleen... Oh, kijk eens. Wow. Holy shit. Oké, het is hier wel donker, jongens. Oh, het licht. Oké. Ghost Hunters. Wat is dit nou weer? Sam and Lonnie's Secret. House Investigation Log. Hidden Compartments Found 3. Library, Upstairs Hall and a Foyer. Oh my god. Oké, ik weet niet wat het precies is. Hidden Compartments. Daar kunnen wij nog later in, denk ik. Oh, zo komen we in een andere kamer. Ah, nu zijn we weer beneden. Dus dit zijn zeg maar secret... Nou ja, secret is helemaal niet secret. Het zijn zeg maar van die manieren om gewoon boven te komen. Maar dan via een andere trap. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk gedaan. Ik weet zeker dat dat vaker bestaat. Gewoon. Oh, moeders tas. Oh, wat leuk. De Holy Bible ligt hier nog. Hier hadden we vorige keer niet alles gekeken. Wat is dit nou weer steeds? Is het voor bellen? Ja, toch? Ja. Zit hier nou nog wat in? Denk het niet. Oké. Even kijken, jongens. We zijn daar dus net geweest. En in de sewing room. Ik weet niet wat dit is. Er hangen hier lampjes. Sam's dark room. Do not enter if right letter on. Oké, dan doe ik het niet. Dat is een beetje creepy. Dat is een beetje weird. Dat zal wel. Oké, jongens. Ik denk dat we in deze kamer gaan. Er ligt hier ook nog een note. Hey Sam, do you want to see Pulp Fiction after school at the Colosseum? It came out last week and Todd won't shut up about it. Ik denk dat het de film is. My mom is supposed to cook for us. Oh. Ze wil naar de film gaan, maar ze kunnen niet blijkbaar ofzo. I don't know, ik weet niet. Ik weet het niet precies. Hier hebben we nog een toiletje. Een lekkere toiletje, jongens. Holy shit. Wat is dit? The red right hand. Oh, het is haar kleur, jongens, dit. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Oh. Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited, and the moment was gone. Ah. Dus Lonnie, dat is dus een meisje ook volgens mij, als ik het goed heb. Ik weet niet, als ik het goed heb, zoiets verstond ik. Wat hangt hier trouwens? Lonnie rules. En die zei, you look so pretty. Ik weet niet meer, wat zei ze nou? Ik weet het nu al niet meer. Maar ze zei iets heel liefdevols. En wij wisten niet wat we moesten zeggen ofzo. Dat is wel sweet. Dat is wel cool. Holy shit, is dit Sam's kamer? Oh my lord. Oké, ik wil het lichtje aanzetten alsjeblieft. Zo, oké. Holy shit, deze kamer jongens. Deze kamer. Wat een bende. Wat een rotzooi, Sam. Wat heb je gedaan? Hang je allemaal stickers. Oh, dit kreeg altijd bij... hoe heet het ook alweer? Bij kauwgompakjes.
Volgens mij. Holy shit. Oké, hier ook nog een cassette, jongens. Ik ga de cassette pakken. Brit Mobile Koolschmoel. Ik weet niet wat het is. Het zal wel. We gaan het horen. Yeah, we're so cool. What the hell? Stoppen! Rot muziek. Ik wist niet hoe dat liedje ging hoor, ik deed maar gewoon gelijk mee. Oké, hier zit ook een code op. Maar ik moet die code ook nog ergens vinden. Oh mijn god. Ze maakt een soort script. Nee, hoe heet zo? Een soort verhaaltje. I haven't had that much drink, Jodie Foster. How many fingers are right up? You better not be reading my secret diary again. Ugh. Hey you. Go mitten. You have to some pâté. Oh, have some pâté. Gross. Wat leuk. I want to believe. Oh jee. Ik vind hem mooi. Oké, wat is dit? Steggy of Stelly? Het is... Wie, hoe heet die? Steggy. Steggy heet die. It's Steggy. Groove, Kurt Command, dat is, die, volgens mij ken ik hem al ergens van. Wat is dit? Grove. AIDS in Afrika. Veruca Salt, want zit nou, oké, nou Veruca. Als jij dat wil, AIDS in Afrika. Oh, wat is dit? The Brother, 150. This is the one me and my dad are building. Wanna go for a ride when it's done? Dus onze vader is daarmee bezig met het maken ofzo, of kopen, I don't know. Geen idee. Letterlijk geen idee. Heb je ook nog Nailed It staan zeker? Heet het weer Nailed It? Hij deed Nailed It. Hele leuke naam daarvoor. Holy shit. En we hebben hier nog een Fish Ride staan. Lekker hoor. Moet het niet in de koelkast? Mij lijkt dat fijner hoor als je dat gewoon doet. En weer een 3-ring binder. Wat hebben we hier nou nog meer? Sam, I think the creative writing track will be perfect for you. Miss... Summer pre-college program. Ooh, English creative writing. 3 students from each track will be offered a full scholarship for their year at Reed. Is dit niet iets dat ze daarheen is? Misschien is ze dat wel aan het doen. Oh, kijk nou, dat had ik vroeger ook zo'n dunk ding. Awesome. Super. Oké, jongens, ik denk dat we toch daar naar boven moeten gaan. Ik denk het toch wel. Ik denk het wel. Oh, het is locked. Oké. Dus we kunnen er niks mee. Sam's Dark Room. Ik moet om de sleutels vinden. Ik heb nog nergens een sleutel gevonden. Dan zit ik wel overal heel goed te kijken waar het zou kunnen liggen. Misschien zit het hier wel achter of zo. Nee. Not really. I don't know. Kijk hoe leuk dit trouwens, jongens. Echt voor een Halloween feestje. Captain Allegra en de First Mate. Wat leuk. Gezellig. Oké. Maar ik moet een sleutel vinden, jongens. En een sleutel te vinden hier in huis. Ik weet niet waar het zou moeten zijn. Letterlijk geen nee. Ik wil ook nog eventjes de andere kamers gaan ontdekken. Waar we ook nog niet zijn geweest. Maar dan moet ik wel eventjes goed gaan zoeken. Want volgens mij hebben we wel heel veel gehad. Maar hier, hebben we hier alles gehad? Oh, hier kwamen we juist vandaan. Ja. Oké. Jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon even random kijken voor een sleutel. Misschien hebben we nog wel een sleutel in onze tas zitten. Misschien kan het dat wel zijn. Nee, dat kan ook nog wel. Kijken of kamer van Portland. Zou hier nog een sleutel liggen? Ik denk het niet. We hebben daar wel een sleutel gevonden achter de Christmas duck. Maar ja, dat is het ook wel een beetje. We moeten hier gewoon even sleutels gaan vinden. Want we moeten ook nog een sleutel hebben voor deze deur. Ik weet niet wat hier zit. Maar deze deur is ook nog steeds locked. Misschien kunnen we wel gewoon... Als we dit er nou tegenaan gooien. Zo, bam. Nee, dat gaat toch niet werken. Ik moet gewoon even ergens een sleutel vinden. Ligt het niet gewoon ergens achter of zo? Geen idee. Moeten we eventjes goed gaan kijken volgende keer. Voor de sleutels. Misschien kunnen we iemand bellen. Voor de sleutels. I don't know. Kijk, weet je, ik zou het hier neerleggen als ik het was. Of hier. Oh, wat is dat? Marker. Oh, het leek gewoon op een key. Kunnen we iemand gaan bellen?
Nee? Oké. Okay. Het zal wel. Letterlijk geen idee, jongens. Kijk eens nou shinen. Kijk eens shinen. Oh jee. Misschien zit hier nog wel iets in. Een, weet zoiets? Een sleutel. Maar ik denk het niet. I've literally no idea. Girl, I don't have an ID. Kan ik daar nu nog wel heen? Ja, ik kan nog wel naar boven via dit. Is wel heel nice hoor, dit. Oh, nee. Nee. Ja, open panel. Ik wil toch wel zo gaan. Ik vind het fijn. Het is makkelijk. Kijk, en dan komen we hier gewoon uit. Top, they open de panel. De panel, oké. Okay. Ik moet nog eventjes die sleutels gaan zoeken. Misschien zijn er nog wel andere dingen voor. En misschien liggen de sleutels wel in... In die kluis, weet je wel. Of iets anders met die pascode. Net zoals in het... hoe heet dat? In het... hoe heet dat nou? In een kantoortje. Dat was het. In het kantoortje. Misschien is daar ook nog wel zo'n sleutel te vinden. Maar jongens, dan gaan we dat volgende keer opzoeken. Als jullie nog tips hebben daarvoor, laat het me hieronder achter eventjes weten. Dan zal ik er eventjes lekker naar gaan kijken. Hopelijk vond dit weer een hele leuke aflevering van Gone Home. Hier zijn we vorige keer ook geëindigd. Dus ik vond het hartstikke leuk weer om eventjes te spelen met jullie. Als je het ook leuk vond, laat het zien met een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe eventjes nog steeds. En dan zie ik hopelijk volgende keer weer hier met een nieuwe video hier op Aldus Games. Bedankt voor het kijken en bye bye.